Is er iemand hier die in het afgelopen jaar een huis heeft gekocht? Ja. En heeft iemand er ook iets over verteld op social media? Je ervaringen ermee? Nee? Ja? Kijk, één wel. Het gebeurt inderdaad. Mensen vertellen op social media over de aankoop van hun huis, het verhuizen. Dat is emotie. En wij als branchevereniging van projectontwikkelaars hebben een taak om onze leden te helpen bij het goed kunnen functioneren in de woningmarkt. En zeker in een woningmarkt die niet echt bruisend is, mag ik wel zeggen op dit moment, hebben we daar een aardige taak aan. Nou, dat doen we op verschillende manieren. We lobbyen bijvoorbeeld voor verlaging van de overdrachtsbelasting en ophoging van de NAG. We bieden opleidingen en cursussen aan en we organiseren webinars, online seminars. En wat we met die webinars hebben gedaan is de kracht van social media. Daar heb je een computer nodig, dus het verhaal van Hans is niet helemaal juist. Heb je een computer voor nodig om je verhaal te kunnen vertellen. De woningmarkt is meer en meer vraaggestuurd geworden en dat is in heel korte tijd omgeslagen. En onze leden moeten daar goed op inzien te spelen. Social media zijn een belangrijk middel daarin. Het is een goede manier om op een hele laagdrempelige manier om contact te zoeken met je potentiële kopers. En daar hebben we onze klanten, onze leden, bij geholpen. Nou, met Boris Geheniaal van Fundamental Media had ik een gesprek en zo kwamen we tot de ideale vorm hiervoor, een webinar. Blijf lekker thuis achter je computer zitten. Volg online een seminar en drink vooral je eigen koffie. Bring your own coffee, BYOC. Online seminars over vastgoed en social media. Nou, voor onszelf als presentatoren was dat ook nieuw, zo'n online seminar doen. Je zit ook als presentator op verschillende locaties. Dus dat vergt nogal wat afstemming, goede afspraken en concentratie. En we hebben dat ook kunnen doen doordat we de informatie heel erg pragmatisch hebben gehouden. We hebben onze leden vooral verteld, in eerste instantie, wat die social media nou zijn. Wat kun je met Twitter, Facebook, YouTube, noem maar op. Hoe zet je een account op? Hoe hou je een account bij? Wat doe je wanneer mensen terugpraten? Ook best een relevante vraag bij social media. Dat hebben we later nog even verder uitgebreid. Want fanpages bij Facebook zijn ook erg belangrijk voor projecten en voor bedrijven. En we hebben onze leden uitgelegd hoe je zo'n fanpage opzet. Hoe je je klanten daar weet te vinden, want dat kun je op Facebook erg precies doen. En hoe je bijvoorbeeld de advertentie plaatst. En ook hoe je dat werk binnen je organisatie een beetje weet te verdelen. Want dat is vaak ook een relevante vraag. Nou, die vragen zijn voor zenders erg relevant. En redelijk pragmatisch van aard. Dat zendergerichte denken is in het vastgoed nog redelijk gemeengoed. En daar hebben we behoorlijk op proberen aan te haken. Dat geeft namelijk ook de deelnemers de mogelijkheid om de informatie eenvoudiger tot zich te nemen. Het is voor hen herkenbaarder. En dat maakt ook dat ze het directer kunnen toepassen in de praktijk. Wat we daarnaast hebben gedaan, wat echt kracht heeft gegeven aan die webinars, is het gebruik van voorbeelden. In elke branche zijn er koplopers bij nieuwe ontwikkelingen. En dat is in dit geval ook zo geweest. Niemand is nog 100% in orde. Maar de ervaringen die zij delen, dat is wel erg relevant voor alle andere deelnemers. Zij zien namelijk precies waar ze tegenaan lopen. En ze krijgen een mooie stok om tegen hun manager te zeggen: zij doen het, dus wij moeten dat ook doen. Nou, na elk webinar krijg je ook vragen. En die kun je via Twitter al beantwoorden, tegelijkertijd. Maar we hebben ook nog gezorgd voor goede follow-up. En dat hebben we gedaan door een LinkedIn-groep op te zetten en Facebook fanpages. Ook weer een manier om gelijk dat gebruik van social media te stimuleren. Ik denk dat wij hiermee redelijk hebben laten zien aan onze leden, aan de deelnemers van die webinars, dat het niet alleen maar gaat om meters en om het type huis wat je kunt kopen of de kosten die je hebt. Maar dat het ook vooral gaat om de emotie die mensen hebben. En dat je daar als projectontwikkelaar op moet zien aan te haken. En dat is ook waar we nog naar verder willen en waar ik ook van jullie graag hoor wat goede ideeën zijn. Hoe je die emotie die je wilt aanraken, hoe je die nog meer vorm kunt geven. En dat is de volgende uitdaging.
En ik zou zeggen, die webinars, absoluut een goed middel. In beperkte tijd heel erg behapbare informatie overbrengen. Ik zou het zeker aanraden om het zelf een keer te doen. Het is erg leuk. Blijf daarbij vooral praktisch. Denk heel erg vanuit de taken en de weerstanden die leven bij je deelnemers. En zorg voor follow-up. Dankjewel. Succes. APPLAUS